Welkom bij de podcast Luisteren over lezen van actief leren lezen. Mijn naam is Dick van Gooswilligen. In deze podcast praat ik met Carlijn Pereira. Zij is beleidsadviseur bij de Taalunie en secretaris van de Taalraad Begrijpend Lezen. Met haar heb ik het onder andere over de kenmerken van effectief leesonderwijs. En verder vertelt groepsleerkracht, taalcoördinator en leesspecialist Helen Rijgaard in haar column over duurzaam leren lezen en waarom je niet vroeg genoeg kan beginnen met begrijpend lezen. Carlijn, van harte welkom. Jij bent vooral bezig met beleidsadvisering op het gebied van taal. En nu klinken steeds vaker allerlei noodkreten. De basisschool moet terug naar de basis. Hou je bezig met taal en rekenen en stop met al die andere vormen van lesgeven zoals yoga en seksuele hervorming. Dat moet jou toch als muziek in de oren klinken. Op zich ben ik er inderdaad een voorstander van een hele stevige taalbasis en rekenbasis. En voor een deel, als dat op orde is, kunnen scholen natuurlijk daarnaast allerlei dingen doen die ze vanzelf van belang vinden voor hun leerlingen. En die passen bij de signatuur van de school. Maar heel veel leerlingen worden momenteel afgeleverd die niet kunnen lezen en schrijven. Dat voor de tweede rangs burgers. Waar hebben we een afslag gemist? Nou, ik ben dus als beleidsmedewerker werkzaam voor de Taalunie en heb in dat kader heel nauw mogen samenwerken met een taalraad begrijpend lezen. Dat waren 14 experts uit Nederland en uit Vlaanderen. En zij hebben samen nagedacht over dat probleem en zij zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat er heel veel bekend is over wat werkt in het leesonderwijs. Maar dat eigenlijk al die verschillende aspecten nooit in samenhang door scholen en hun leesnetwerk zijn opgepakt. Dus er wordt ofwel een leuk leesprojectje gedaan, ofwel er wordt een professionalisering gedaan misschien in een paar effectieve vakdidactieken voor lezen. Maar het lezen is een heel complexe competentie. En daar heeft heel veel aspecten waaraan in verschillende, waar tegelijkertijd aandacht aan zou moeten worden besteed. En dat is volgens die taalraad het belangrijkste. Maar wat zou er nou concreet gedaan moeten worden? Want we dreigen op achterstand te komen, omdat we onze kinderen nogmaals niet op een goede manier leren lezen en schrijven. Wat de taalraad zegt, die heeft zeg maar vijf kernthema's geformuleerd voor effectief onderwijs in begrijpend lezen. Hè, en daarbij is het net zoals wat ik zelf zei, is het ook heel erg van belang dat begrijpend lezen, dat niet op zichzelf staat. Hè? Want je kan niet iets begrijpen als je niet vloeiend kan lezen. En ook niet als je geen motivatie hebt om een tekst te lezen om een of andere reden. Dus het is een samenspel tussen technisch lezen, vloeiend lezen, leesbegrip, leesmotivatie en ook het leesgedrag van leerlingen. Kan je die vijf punten benoemen dan voor mij? De vijf punten zijn 1. Werk vanuit urgentiebesef. En dat betekent dan zowel het belang van lezen voor leerlingen als het belang van de leraar bij het leren lezen van de leerling. Het tweede is werk vanuit een taalleesbeleid. En dan dat gaat om een gedragen door het team gedragen beleid dat past bij de school. Derde is werk met effectieve vakdidactiek. Dus er is heel veel onderzoek gedaan naar wat werkt en maak daar gebruik van. Werk expliciet aan leesmotivatie. Dus richt fijne leesplekken in op de school. Zorg voor een mooi gevarieerd aanbod van fictie en non-fictie. En de laatste en tevens de moeilijkste voor leraren is geef leerlingen formatieve feedback over hun leesontwikkeling. Dus monitor de leesontwikkeling van leerlingen en praat daar met ze over en ook met hun ouders. Nou, het klinkt als muziek in de oren als je dat zo doet. Het is helder geformuleerd, maar het gebeurt niet. Wat moet er gebeuren dan? Want dit klinkt als heel veel tijd en moeite. Dan heb je het alleen nog over lezen. Hoeveel uur moet je daar per week aan een kind besteden om deze vijf punten uit te kunnen voeren? Nou, het zal inderdaad flink wat tijd kosten. En het mag ook niet ten koste gaan van andere dingen. Hè? Ik bedoel, ook uit onderzoek is gebleken dat juist die transfer zo belangrijk is naar andere vakken. Want je leest niet alleen tijdens het uurtje begrijpend lezen of het kwartiertje vrij lezen. Je leest bij alle vakken. En al die momenten, dat is ook
kan je ook aannemen als een moment om leesinstructie te geven. Dus niet alleen bij het lesje lezen, maar ook bij wereldoriëntatie, zelfs bij muziek, bij alles. Als je projecten doet op school. Dus er zijn heel veel momenten waarop je leesinstructie kan geven en kinderen verder kan brengen met lezen. Dus het kost tijd, omdat je er met je team aan moet werken. Maar er zijn ook heel veel kansen. Hoe zorg je nou voor dat op school A dat wel gebeurt en op school B dit niet gebeurt? Is het handig om daar een soort centrale regie dan op te houden? Of zeg je van nou, dat is voor iedere school die dat zelf mag bepalen, waarmee je ook gelijk de willekeur introduceert? Nou, het is natuurlijk, kijk, we hebben in Nederland kerndoelen en daarin is dit opgenomen. Dus er zijn doelen waaraan een school moet voldoen. Dus in zekere zin is het de opdracht van scholen om kinderen goed te leren lezen. Maar nogmaals, bottom line, de cijfers wijzen iets anders uit. Want de inspectie roept dit. Die luidt de noodklok. Ja, de inspectie heeft de noodklok geluid. Ik denk persoonlijk dat daar ook een beetje een frame heeft plaatsgevonden. Want dat is namelijk wat de inspectie zegt in het rapport. Hè. Volgens mij duidt u op de staat van het onderwijs. Het citaat dat daarin is gebruikt, dat is afkomstig uit PISA. Hè, dat gaat over leerlingen in het voortgezet onderwijs en over een heel specifieke groep leerlingen in het voortgezet onderwijs voor wie dit echt aan de orde is, namelijk VMBO-leerlingen, kinderen met een anderstalige achtergrond, kinderen met een lage sociaal-economische achtergrond. Dat is een hele erge problematische doelgroep of wie inderdaad, zou ik zeggen, die echt nu prioriteit mogen krijgen en waarvan de urgentie echt van alle kanten wel mag worden aangegeven dat er extra aandacht voor moet komen. Maar in het basisonderwijs werken eigenlijk al heel veel scholen best wel goed. Alleen is er zoveel meer winst te halen. En kan dat dus, omdat heel veel scholen doen al aspecten van al die dingen die ik net noemde. Alleen zouden ze meer in samenhang met elkaar moeten verbinden. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe zorg je nou dat goed bij elkaar komt? Wat is daarvoor nodig dan? In zekere zin wordt het steeds meer gemeengoed. En ik denk wat de Taalunie dus bij deze doet, is wat ik noem zendelingenwerk. We hebben een heel groot netwerk van leraren, opleiders, onderzoekers. Al die mensen die kennen dit verhaal, die hebben dit verhaal samen met ons gemaakt. En die dragen dat ook uit. En daardoor komt het echt steeds meer in de vezels van de scholen. En op die manier gebeurt dat echt. En natuurlijk hebben de ministers van Onderwijs ook een leesoffensief uitgeroepen vorig jaar. En wordt daar ook hard aan gewerkt. Dus daarbij hebben ze zelf ook vanuit de overheid die urgentie ook al aangegeven. Van er moet hard aan lezen gewerkt worden. En wordt er van alles in stelling gebracht om scholen te ondersteunen om dat zo goed mogelijk te doen. Dus ik denk dat een heel mooi signaal is ook van de ministers. Dat ze zelf ook aangeven van wij kiezen ook voor die aandacht voor die basisvaardigheden in het onderwijs en dat leesoffensief. Wat is het appel aan de basisscholen die nu naar deze uitzending luisteren? Heb je een oproep? Je hebt een aantal punten genoemd, maar heb je nog een aantal praktische tips om dit goed praktisch handen en voeten te geven? Ja, start ook met dat taalleesbeleid en breng de beginsituatie van je school in kaart op al die punten die ik net noemde. Wat doen we aan leesmotivatie met de kinderen? Is er een doorlopende leeslijn? Welke docenten, leerkrachten in het team hebben een hart voor lezen en vinden het echt leuk en weten veel van kinderboeken? En ga vanuit die beginsituatie met elkaar een visie formuleren en doelen en acties op lange en middellange en korte termijn formuleren. En neem daarbij echt alles in ogenschouw. En probeer ook af en toe die doelen bij te stellen als het misschien niet lukt. Of als je iets sneller behaalt dan je denkt. En vier dat ook met elkaar. Maak er een succes van. Werk samen met heel veel verschillende partners. De bibliotheek, ouders. Betrek leerlingen er ook zelf bij. Wat zouden jullie leuk vinden voor leesproject op school? Vinden jullie het leuk als we een kinderboekenschrijver uitnodigen? Missen jullie bepaalde boeken in de bibliotheek? Dus als je gewoon goed bij het begin beginnen en een stevige basis neerleggen binnen de school, zou mijn aanbeveling zijn. Ja, en als mensen nu uit het onderwijs zijn, ja, dat klinkt allemaal goed. Ik wil er eigenlijk morgen mee aan de slag.
Kunnen ze ergens nog een hulpvraag stellen om dat handen en voeten te kunnen geven? Ja, dat kan zeker. Ik zou zeggen bij hun eigen leesnetwerk of bij de lerarenopleiding in de buurt, bij de bibliotheek, bij de culturele instellingen in de omgeving. Ouders die wellicht, dat is een enorm breed netwerk dat je hebt aan een kapitaal aan ouders. Dus ik zou daar starten. Maar elke school heeft natuurlijk ook zijn vaste begeleidingspartners, hè, in wie ze vertrouwen hebben en die ze daarbij kunnen helpen. Komt het goed en wordt lezen weer leuk? Het komt zeker goed en lezen was altijd al heel erg leuk. Dus het blijft leuk en het wordt weer leuk? Ja, dat denk ik wel. Ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Een vaste rubriek in de podcast Luisteren over Lezen is de column van Helen Reijgaard. Deze keer gaat het over begrijpend leeslessen en dat begrijpend lezen eigenlijk overal is. Als ik ergens mijn twijfels over had toen ik begon met het werken met actief leren lezen, waren het wel de begrijpend leeslessen. De bladzijden zien er wel heel saai uit. Hoe gaan de kinderen hierop reageren? En begrijpend lezen vanaf groep 3? Is dat niet veel te vroeg? Maar daar had ik me even goed op verkeken. Want elke keer genieten mijn klas en ik samen van deze lessen. Het is ongelooflijk hoe makkelijk de kinderen hebben geleerd om een tekst te visualiseren, dat je de vragen erover altijd in hele zinnen moet beantwoorden en dat je ook moet kunnen bewijzen waar je dat dan hebt gelezen. Hoe mooi is het dat de kinderen worden geprikkeld om zelf voor de bijpassende plaatjes te zorgen bij een tekst. Dat ze niet worden afgeleid door schreeuwende illustraties waarvan volwassenen denken dat kinderen daar blij van worden. Hoe waardevol is het dat kinderen die vlot zijn in technisch lezen leren dat er meer bij komt kijken om goed tot begrijpend lezen te komen dan enkel snel klanken kunnen samenvoegen tot woorden. En dat kinderen die wat langzamer technisch lezen juist ervaren dat ze wel goed kunnen zijn in begrijpen wat je leest. Hoe heerlijk is het om enkel de teksten aandacht te geven. Te zien dat kinderen de klanken, woorden en zinnen willen lezen om te kunnen lachen, genieten, beleven en begrijpen. Te merken dat je als leerkracht steeds creatiever wordt in het centraal stellen van een tekst. De begrijpend leeslessen bestaan ineens uit het naspelen van een verhaal, zelf een bijpassende illustratie maken bij een tekst, een recept volgen, een wat is de grappigste mopwedstrijd. Begrijpend lezen is overal. De begrijpend leeslessen van actief leren lezen zorgen ervoor dat de kinderen, maar ook jij als leerkracht, dat gaan zien. Er is alleen één probleem. De kinderen zijn nu tijdens het lezen altijd automatisch bezig met het begrijpen van wat ze lezen. Ze willen daar dan ook het liefst met je over praten of de inhoud koppelen aan hun eigen levenservaringen. Heel lastig. Neem dan maar eens een leestoets af waar puur de leessnelheid centraal staat. Gelukkig is dat probleem makkelijk op te lossen. Sta gewoon heel even stil bij het doel dat je voor ogen hebt als leerkracht. Jij wilt toch dat de kinderen in jouw klas met plezier en begrip goed technisch leren lezen? Investeer in groep 3 in kinderen die begrijpen hoe mooi het is als je alles kunt lezen wat je maar wil. Duurzaam leren lezen, zodat jouw kinderen nieuwsgierig blijven naar alles wat er maar te lezen valt. Helen, ik wil graag even doorpraten over jouw column over begrijpend leren lezen. Als we nou even teruggaan naar bijvoorbeeld jouw leesles van gisteren en het gaat over begrijpend lezen. Hoe ziet dat er dan uit? Nou, gisteren hadden we bijvoorbeeld een les over kwallen. En dat was een informatieve tekst. En in die tekst werd ook beschreven hoe kwallen zich voortbewegen. Op wat voor manier dat gebeurt. En de kinderen waren ontzettend geboeid. We hebben toen samen op schooltv ook even een filmpje opgezocht hoe dat er dan in de oceaan uitziet. En daarna tijdens het vrij lezen kwamen kinderen zelf heel trots met een dierenencyclopedie. En zeiden ze, nou juf, hier staat ook de kwal in en ik weet nu ook wat die eet. En zo zie je dat die begrijpend leesles dan ook nog eigenlijk de hele dag terugkomt. En dat er een transfer is naar andere vakken. Maar je moet wel altijd een combinatie zoeken natuurlijk. Hè, om het begrijpend lezen daadwerkelijk bij de kinderen te laten landen.
Ja, en ja, als je het dus hebt over heel specifiek begrijpend leeslessen, dan is het gevaar dat je te veel die leesstrategieën als een soort trucje gaat aanleren. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, stel je voor, je wil kinderen leren hoe je weet of een verhaal over een man of een vrouw, of een jongen of een meisje gaat. Dan, je wil bijvoorbeeld leren om verwijswoorden te herkennen. Dat er bijvoorbeeld staat, dit is haar kam. Dat ze dan weten, oh, haar verwijst naar het meisje eerder in de tekst. Dan is heel erg het gevaar om heel erg te gaan inzoomen op die leesstrategie. Van dit wil ik nu bereiken. Maar dat kinderen gaan herkennen dat haar gekoppeld is aan een meisje. Dat moet een hulpmiddel zijn om een tekst beter te leren begrijpen. Maar niet je doel. Zo hadden we bijvoorbeeld vorige week een verhaal over een puk. En een puk kan natuurlijk een jongens- of een meisjesnaam zijn. En in dat verhaal ging Puk naar de kapper, want het haar was te lang. En heel snel, toen ik vroeg, jongens, zou Puk nou een meisje of een jongen zijn? Hebben kinderen heel erg de neiging om dan te zeggen, ja, dat is een meisje. En dan vraag ik, maar hoe weet je dat dan? En dan zeggen ze, ja, omdat ze lang haar heeft. Dan zeg ik, ja, maar jongens en mannen kunnen natuurlijk ook lang haar hebben. Hè? Nou, denk maar aan Sinterklaas bijvoorbeeld. Of nou, aan de vader van Jip, die heeft ook lang haar. En dan leer je ze om te gaan zoeken met elkaar. Hoe weten we nou dat Puk in dit verhaal een jongen is? Waar kan je dat nou ontdekken? En dan gaan ze samen op zoek en ontdekken ze dus dat er ergens staat zijn moeder. En op die manier is zo'n leesstrategie niet een trucje, maar een hulpmiddel om te snappen, hé, oké, dit is dus een jongen en niet een meisje. En als je dan een heel slim kind hebt en zegt, het is geen jongen, het is een meisje, maar het is een onderdeel van een ijshockeywedstrijd. Ja, maar dan omdat het hele verhaal natuurlijk al gaat over dat er een jongetje naar de kapper gaat. Ja, dat is waar. Zou het juist misschien wel weer zeggen van, dit kind overschat nu zijn woordenschat. En dan zou ik daar wel aandacht aan geven en zeggen, wat grappig hè, dat er woorden zijn die meerdere betekenissen hebben. Wat knap gevonden. Maar dan zou ik heel snel toch weer teruggaan naar de betekenis van de tekst. Zoals je dat nu ook met mij doet. Precies, ja, dat klopt. En dat is bijvoorbeeld heel grappig als kinderen dan zou ik ook al moddelend zeggen, hé, dat is grappig. Hier staat bijvoorbeeld, haar wordt geknipt. Dat is leuk. Dus twee keer hetzelfde woordje, maar het heeft twee keer een andere betekenis. Dus dat is wel weer een hele leuke manier om de kinderen weer te betrekken bij de input die ze geven, dat het dicht bij hen blijft. Ja, je zegt in je column, begrijp het lezen is overal. Mm. Kun je dat wat concretiseren? Ja, we hadden bijvoorbeeld ook een les en dat was een brief van een kind dat heel erg de juf van de kleutergroep miste. De juf van groep 2 en de klas. En we hadden die tekst besproken met begrijpend lezen. En toen ontstond eigenlijk met elkaar het idee van, hé, wij kunnen natuurlijk ook echt zelf een brief gaan schrijven naar onze meester en juf van groep 2. En op die manier ervaren kinderen weer dat begrijpend leesles is de basis, maar van daaruit bestaan ook bijvoorbeeld een creatieve schrijfopdracht. Of net zoals bijvoorbeeld met de kwal, een natuuropdracht. Dus dat is heel mooi als kinderen dat ervaren. Dat begrijpend lezen alleen maar dan al de start is van nog veel meer wat er gaat komen. En komt daar dan ook dat plezier vandaan wat je noemt? Ja, want dan is het ook, dan boor je die intrinsieke motivatie aan, het willen lezen. En op het moment dat je dan tijdens het vrijlezen ziet dat kinderen een dierenencyclopedie erbij pakken. En jij ziet dat dan ook als een soort gouden moment als leerkracht, waarvan je denkt, hé, hier moet ik wat mee. En na dat vrijleesmoment roep je de kinderen bij elkaar in de kring. En laat je ook zien dat je dat hebt gezien als leerkracht. En je vraagt, goh, wat heb je nou nog meer ontdekt over kwallen in dat boek? Dan prikkel je alle kinderen om weer de volgende keer ook op zoek te gaan naar boeken die passen bij zo'n les. Ja, je zei dat je in eerste instantie twijfels had over begrijpend lezen in groep 3. Klopt. Komt dat ook door dat je ook andere ervaringen hebt? Ja, het is natuurlijk in eerste instantie denk je als leerkracht, wat is mijn doel in groep 3? Dat kinderen weten wat een ui is en een ei en medeklinkers. En dat is natuurlijk de eerste stap die moet worden gezet.
En ik had met vorige methodes ook wel ervaren. Dan had je bijvoorbeeld de hele dag een e-dag. En dan ging je de e schrijven, ging je de e omcirkelen. En dan was je heel erg alleen maar bezig met die ene letter. Omdat ik nu werk met actief leren lezen en daar ook meteen vanaf het begin aandacht is voor leesbegrip, merk ik dat kinderen daar begin groep 3 al wel rijp voor zijn en dat juist het technisch leesproces daardoor ook wordt gestimuleerd en versneld. Dus dat dat mogelijk is. Ja, want ik vroeg inderdaad af, groep 3 lijkt toch vroeg, maar jij zegt van eigenlijk is dat helemaal niet te vroeg. Nee, want eigenlijk moet je het kinderen gunnen om meteen in te zien waarom je eigenlijk al die gekke tekentjes moet leren en wat je daar dan mee kan. En dat stimuleert, want daardoor zien kinderen zelf ook van, oh, maar als ik dit kan lezen, dan kan ik daar om lachen of om griezelen of dingen van leren. Dus dat is heel erg waardevol en dat kan dus al vanaf groep 3. Ja, dan heb je toch nog een beetje spanning op dat technisch lezen en het begrijpend lezen. Hoe breng je dat dan in balans? Nou, op de momenten dat ik een begrijpend leesles geef, komen alle eerder aangeboden doelen van technisch lezen komen daarin terug. Dus dat geeft mij ook als leerkracht het vertrouwen. Herhaling blijft gewoon heel belangrijk. Dus als ik nu bezig ben met een begrijpend leesles, zijn kinderen tegelijkertijd ook hun technisch lezen aan het verbeteren. En wat ik ook altijd heel een fijn idee vind, is als ik dus leerlingen in de klas heb bij wie het technisch lezen misschien wat langzamer gaat, is het ontzettend waardevol dat zij tijdens begrijpend lezen wel inzien van, hey, wacht eens even. Ik kan wel heel erg goed meteen begrijpen waar de juf naartoe wil of de meester. En ik begrijp wel heel goed hoe ik iets moet terugvinden in een tekst. En dat motiveert hen ook om weer meer leeskilometers te willen maken. Dus zo ligt er altijd is het altijd met elkaar verbonden. Ja, je legt de basis voor begrijpend lezen in groep 3. Hoe zorg je nou voor dat in die hele basisschool, laten we zeggen, dat begrijpend lezen, om het in goed Nederlands te zeggen, on top of mind blijft? Ik doe heel veel met modeling. Dus als ik ga begrijpend lezen en ik lees, ik had bijvoorbeeld vorige week was er een tekst, dus over die kapper. En in dat verhaal stond de zin, voor me zit een kind. En dat begon dus met voor me zit een kind. En als ik mijn hand omhoog doe, doet dat kind ook mijn hand omhoog. En als ik zwaai, zwaait hij ook terug. Dat ging natuurlijk over een spiegel, want bij de kapper zit je voor een spiegel. Dus op dat moment merkte ik dat mijn klas dat nog niet helemaal door had. Dus dan ga ik het zelf benoemen, dat ik denk, hey, voor me zit een kind. Als ik naar de kapper ga, oh, wacht eens, dan zit ik altijd voor een spiegel. Dus op die manier geef ik de kinderen eigenlijk een soort inkijkje. Hoe denk ik nu? Wat gebeurt er in mijn hersenen? Ik koppel ook mijn eigen ervaringen nu met deze tekst. En toen zag je zo die lampjes zo ping, zo boven hun hoofd schieten van dat ze het opeens begrepen en daar enthousiast van werden. En zeiden, oh juf, maar het is natuurlijk een spiegel, dus dat kind ziet zichzelf. En door dus constant dat voor te doen en te modellen, zie je dat kinderen daar steeds handiger en vaardiger in worden als ze zelf andere teksten lezen. En dat dat dan ook bij hen blijft in hogere groepen. Dankjewel voor je toelichting. Niks te danken. Jij ook bedankt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Wil je nu meer weten over de leesmethode actief leren lezen? Bezoek dan de website www.actiefleerlezen.nl. Of vraag een zichtzending aan via annemiek@actiefleerlezen.nl. In de andere podcast in deze reeks luister je onder andere naar gesprekken met George Gubbels van Expertise Centrum Nederlands, leesautoriteit Luc Koning en Evelien Aandekerk van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Wil je niks missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.